Breda Nu. Je weet het meteen. Op de markt van Prinsenhagen werd een potje straatvoetbal gehouden in aanwezigheid van NAC-icoon Kees Rijvers. Ook wethouders Boas Adank en Patrick van Lunteren waren er om een balletje te trappen. Aanleiding van het potje straatvoetbal is de herinrichting van de Haagse markt, waarbij meer ruimte wordt gemaakt voor spelen op de markt. Zojuist een voorproefje genomen op het nieuwe plein, een potje voetbal. Hoe voelt de overwinning? Ja, heerlijk. Ja, overwinningen zijn altijd heerlijk natuurlijk. Ja. Maar het was vooral een leuke pot. Lekker fel. Die jochies allemaal weer lekker fel over straat. Dat was tof. Heb je het al een voorproefje kunnen zien net op Virtual Reality Bill? Ja, ze hebben hier van die mooie 3D-brillen. Echt fantastisch. En dan draai je in een rondje hier op de plek en dan krijg je het hele plein te zien. Ja, supermooi. Het wordt echt een mooi plein. Ik heb gezien dat er een paar talenten bij zijn die hier met plezier gaan voetballen. En die moeten er in de toekomst op dit plein ook weer gaan ontstaan. Nieuwe talenten voor bijvoorbeeld een NAC. Nou, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat terugkomt, zeker op kleine veldjes. En daar moet het talent groeien. Je hebt het ontwerp gezien voor de nieuwe Haagse markt. Wat was jouw mening daarover? Nou, ik vind het mooi uitzien. Zelf zou ik denken, nou kan dat niet nog meer, maar dat schijnt veel meer geld te kosten enzovoort. Dus daar zullen we maar niet over praten. Maar hetgene wat ik gezien heb is plezierig. Sta je naast twee mensen die meegewerkt hebben aan een plan voor het nieuwe plein en een beetje tevreden? Wij zijn zeker tevreden met de uitkomst ervan. En samenwerking met ondernemers zijn we tot dit plan gekomen. En ik hoop dat het dadelijk volop in gebruik genomen gaat worden waarvoor we het bedoeld hebben. Ik hoor samen met de ondernemers, want de ondernemers zijn ook tevreden? Absoluut, absoluut. Nee, we hebben echt goed samengewerkt en... we hebben verschillende belangen natuurlijk, maar daar zijn we samen goed uitgekomen. En hopelijk wordt het snel gerealiseerd. Met deze bril kan je letterlijk zien van hoe de toekomst van het centrum van Prinsenhagen eruit kan komen te zien. Hoe de Haagse markt eruit kan komen te zien met minder auto's op het plein. Auto's zoveel mogelijk naar de randen, zodat je echt letterlijk ruimte hebt om activiteiten te organiseren. Te voetballen zoals net is gebeurd. Maar ook voor carnaval, voor andere evenementen heb je gewoon letterlijk meer ruimte. En je kan het ook gewoon mooi inrichten. Dus als mensen hier via de Haagweg aankomen rijden, ziet het er gewoon heel... Ja, minder auto's, maar het ziet er gewoon heel mooi uit. Dus, en wat je door deze bril ziet, ik zal even... Nou, in deze bril... Wat zie je op dit moment? Ik sta nu tegenover het Rode Hert. En als ik om me heen kijk, dan zie ik een veel groter plein. Waar allemaal mensen lopen, waar activiteiten plaatsvinden. De bloemenstal die op een mooi plein staat. Dus eigenlijk het plein wat je hier naast het Rode Hert hebt. Dat is een heel stuk groter geworden. Ik zie ook meer terrasjes. Het ziet er volgens mij wel heel gezellig uit. Nou ben ik ook heel nieuwsgierig. Gaan wij de rollen omdraaien? Dan ga ik de bril pakken. En dan mag jij de microfoon even vasthouden. Ja, dat is goed. Wat kan je beschrijven wat je nu ziet? Oh jeetje, ja, en dat allerlei terrasjes inderdaad. Ik zie nog een paar auto's, maar dat zijn er een stuk minder inderdaad. Het ziet er wel veel gemoedelijker uit inderdaad. Het is tenminste mooi weer, dat scheelt natuurlijk. Mooie bal! Breda Nu. Je weet het meteen.